Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag wil ik met jullie hebben over de september updates van Teams. Van wat is er allemaal bijgekomen en ik wil ook even vooruit met je kijken van waar kan je allemaal naar uitkijken wat er nog bij gaat komen. Dus wat misschien wel handig voor je zal zijn. Voordat ik het vergeet te vertellen of te vragen aan jullie, vergeet je niet te abonneren. Als je het een goed filmpje vindt, geef je duimpjes omhoog, want zo mis je geen enkele video. En laten we nu vooral gaan beginnen met welke updates er allemaal bij zijn gekomen deze maand. Op 4 september zijn er twee dingen bijgekomen. Dat is Microsoft Lists. Daar ga ik binnenkort ook nog een video van maken. Waar je heel makkelijk verschillende lijsten maken. Het is gebaseerd op SharePoint. SharePoint kende al een lijstenfunctie, maar deze is geüpdate. Ziet wat makkelijker te besturen. En zou je ook nog wel op verschillende manieren kunnen inzetten. Een andere update die op 4 september is uitgebracht, nou, misschien niet heel erg een duidelijke update, maar is Microsoft Whiteboard. Dat is als je tijdens een presentatie kan je dan gewoon samen schrijven of niet samen, dat kan natuurlijk ook. Daar ga ik ook nog binnenkort een video over maken, dus abonneer je vooral echt op het kanaal, want dan mis je hem niet. Dan kan je gewoon heel mooi in samenwerking, ben je creatief tekenen en alles gewoon echt of je een whiteboard hebt en dan kan je hem eigenlijk met z'n allen tegelijkertijd bekladderen, plakken notities en doen. Ga je dan ook wel vertellen van joh, in de app zelf die je kan downloaden, heb je toch al meer opties en welke hardware kan je er misschien wel handig voor gebruiken om het goed in te zetten. En dat zal ik je dan ook wel allemaal uitleggen. Maar voor nu weet je, de update is er, je kan er gebruik van maken en zet het vooral in, want het is wel heel erg leuk om zo te sparren met de mensen waar je een conversatie mee hebt of met je studenten. Of anders. De volgende update is misschien niet zo groot, maar wel echt heel erg fijn, want dit brengt wat verwarring bij sommige mensen weg waarop ze reageren binnen de postkanaal in je Teams. Want wat er vaak gebeurde, is dat mensen ergens op wilden antwoorden en meer als een chat gebruikten. Dus onderop een antwoord typte en dan krijg je eigenlijk een aparte post, terwijl je eigenlijk wil zien dat er op beantwoorden wordt gedrukt, zodat je daar verschillende gesprekken in je posttabblad kan hebben. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat die update nu eindelijk is, zodat er minder verwarring is. En hoe ziet het eruit? Laat ik je ook al gelijk even zien. Nou, ik ben in mijn Teams, ik ben in mijn post-tabblad. En nu zie je ook dat beantwoorden stond er altijd al. En dan kan je natuurlijk op beantwoorden drukken, kan je antwoord intypen. Goed idee. Okay. En dan wordt het ook eronder neergezet. Dus dat is gewoon heel erg fijn dat is. En dan kan je natuurlijk alle andere dingen die je altijd al kon doen. Maar wil ik nou een nieuw gesprek beginnen, druk ik gewoon op knop nieuw gesprek. En dan begin ik ook gewoon een nieuw gesprek, een nieuw onderwerp. En dan kan je gewoon aparte gesprekken hebben van andere dingen. Zo wordt, want dat is vooral namelijk handig, dat als iemand ergens op reageert, dat jij een notificatie krijgt. Maar als die elke keer een nieuw gesprek begint, dan is dat toch wel vervelend. Want dan word je niet genotificeerd en dan later kijkt het, oh, ik ben op mij beantwoord. Want de post waar als laatst op reageert, die komt ook elke keer onderop te staan. Dus het is wel belangrijk dat je op beantwoord drukt. Dus daarom ben ik ook echt super blij met deze update. Al hoe klein die ook is, kan die toch best wel veel verschil uitmaken voor wat frustratie en wat makkelijker te werken. Dus in je workflow gewoon makkelijker te maken. Dat waren natuurlijk de updates die deze maand zijn doorgevoerd. Er komen nog veel meer updates aan en daar wil ik nu met je over hebben. En een van die updates is Together Mode. Together Mode wil eigenlijk zeggen dat het net lijkt of je mensen waar tegen je praat tijdens een teammeeting, dat die allemaal bijvoorbeeld in collegebanken zitten of ergens anders. Dat gaat allemaal doorgevoerd worden en veranderd, want nu kan je hem wel aanzetten in de preview mode. Dan moet je even wat doen, laat ik zo zien. En al was er maar één mogelijkheid, dat het allemaal dat je publiek in de collegebanken zitten en dan zit je er zelf ook bij, wat ik wel een beetje gek vind. Maar er komen nog veel meer opties bij. En dat heb je natuurlijk ook al gezien in het plaatje wat ik net heb laten zien. Maar hoe geactiveer je dat als je het nu wil uitproberen, laat ik je nu even zien op de computer. Nou, je bent in je Teams, je gaat naar rechtsboven of naar je foto, druk je op en je gaat dan naar instellingen of natuurlijk je initialen. En je gaat naar beneden en welke wil je aan hebben staan. De nieuwe oproepvergaderingen, die wil je aan hebben staan. Het staat er wel bij dat Teams dan opnieuw opgestart moet worden. Dus let erop dat je dan niet hier alleen op het kruisje drukt, want daar verberg je hem eigenlijk alleen maar mee. Maar ga dan maar rechtsonder en druk hem dan hier
Druk je op je rechternaaskop en dan afsluiten en dan sluit Teams zich helemaal af. Wat er dit jaar ook nog uit wordt gerold is Spotlight Mode. Sommige mensen hebben het al, zag ik op YouTube verschijnen. Ik nog niet, maar zodra ik het heb, laat ik het zien. Wat je erbij moet voorstellen is dat je dat aanklikt en dat jij zelf als grootste in beeld komt. Net alsof je een presentatie aan het geven bent, maar in plaats van dat je een presentatie ziet, ben jij de persoon die in beeld is. Dat is heel erg handig ook voor docenten, want dan kan je iemand anders ook het podium geven. Dus of ik ben aan het woord en ik zorg ervoor dat ik zelf dan in de spotlight ben. Of ik zorg ervoor dat als een student iets gaat presenteren of iets echt te vertellen heeft wat echt de aandacht nodig heeft van alle studenten. Dan zet ik die student in de spotlight mode en dan is die groot in beeld bij iedereen. Dus eigenlijk best wel een hele handige. Wordt dit jaar allemaal nog uitgerold naar iedereen. Wat er dit jaar ook nog wordt uitgerold is de custom layout. Dan kan je zelf bepalen van wie er nou groot is en klein is en hoe je het beeld ziet. Maar er komt daar nog een extra optie bij. Dat zijn eigenlijk de weermandmodus. Dus dat als je iets aan het presenteren bent, een PowerPoint of een video laat zien, dat je zelf ook nog een soort van klein in beeld bent ergens. Net of er nu achter mij dan mijn PowerPoint in beeld zou zijn en ik hier klein rechts zal staan. Net als eigenlijk op het plaatje wat ik je nu laat zien. Heel erg leuk, maar misschien niet altijd even handig voor als je onderwijs online op Teams aan het doen bent. Want waar je over na moet denken is, wat is dan uiteindelijk het doel van een les? Is het doel van de les dat de leerlingen echt iets leren? Nou, als je deze modus dan aanzet, dan staat er een grote kans dat ze ook op jou naar jou zitten te kijken en te veel informatie binnenkrijgen. Dus dat er een cognitief overload komt. Dus dat ze niet allemaal meer kunnen verwerken en waardoor dus eigenlijk helemaal niks meer binnen gaat komen. Is het doel van jou om echt een band te krijgen met je studenten? Dan is het misschien wel een handige modus om aan te zetten, want dan ben je de hele tijd in beeld. Maar dan zou ik eerder gezegd zelf het scheiden en niet bezig zijn met mijn presentatie om een band op te bouwen. Tenzij je een spelletje aan het doen bent, wat je daar heel goed voor kan gebruiken. Dus een hele leuke modus en heel erg tof lijkt me het, maar denk er wel goed over na voordat je deze inzet. En deze maand komt het er natuurlijk eindelijk aan, waar ik eigenlijk al een tijdje op zit te wachten. Ik zie ook al dat sommige mensen een preview hebben gehad. Ik helaas niet en daar baal ik eigenlijk best wel van. Maar de breakout rooms komen er aan deze maand. Het is heel erg handig, want als je dan een online les aan het geven bent, kan je iedereen gewoon indelen in verschillende kamertjes. Kunnen ze daar samenwerken, dingen bespreken en jij kan dan gewoon rondgaan in de verschillende kamers. Je kan nu al wel zoiets doen met kanalen, maar dat is best wel veel werk en kost veel voorbereidingstijd. Deze optie gaat zoveel meer tijd besparen voor je en het heeft gewoon, je kan zoveel verschillende kamers maken dat het echt een mooie toegevoegde waarde is voor het online onderwijs. En ook nog wel voor het hybride onderwijs, als je ervoor zorgt dat iedereen natuurlijk ook altijd een laptop bij zich heeft, al zijn ze in je klaslokaal. Kan er echt heel veel leuke dingen mee gebeuren. Zodra ik het heb, maak ik daar natuurlijk een video over van. Maar laten we nu vooral doorgaan naar de volgende update. Een andere update die er dit jaar ook aankomt is een meeting recap. Dat wil zeggen dat eigenlijk de transcriptie, die is waarschijnlijk alleen maar in het Engels beschikbaar, dus dat eigenlijk alle gesprekken gewoon uitgetypt er zijn, beschikbaar komen. De opname komt beschikbaar en alle notities komen beschikbaar. Allemaal verzameld op één plek en de PowerPoint. Dus alles wat er tijdens de vergadering is gebeurd, wordt allemaal dan verzameld op één plek waar je het dan makkelijk kan vinden zonder dat je overal maar hoeft te zoeken. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Wat er ook aan gaat komen is een betere registratie voor webinars. Dus dat je eigenlijk binnen je ontmoeting, je meeting, dat je dan een registratiesysteem kan aanzetten voor het registreren van webinars. Nu gebeurt dat nogal vaak via een forums of via een andere weg dat mensen zich moeten registreren of doen sommige webinars wie het eerst komt, wie het eerste maal, want er kunnen maar een bepaald aantal mensen binnen een meeting zijn. Maar nu kan je gewoon een registratie maken waardoor je gelijk iedereen uitgenodigd wordt. Dus heb je dat ook gewoon weer makkelijker binnen Teams geregeld wordt. Een andere optie die er ook nog aankoopt is dat je een SharePoint als home site kunt gebruiken binnen Teams. Dus dat eigenlijk de eerste site is als je Teams opent dat je medewerkers of je leerlingen of studenten gelijk ziet. Dus als jij een SharePoint gebruikt en je zet daar ook wel dingen in, dat je dan ook een mooi plekje kan geven in Teams. Dat komt er ook allemaal aan. Ik wil u nog een andere tip meegeven in deze video. Dat is de focus modus. Dat is er eentje die heel erg handig is voor je studenten. Want je kent het wel als je een presentatie volgt, dat er nog onderop allemaal nog alle videofeeds nog te zien zijn. Het is heel erg fijn om die weg te halen.
vooral in gedachten met de cognitive overload, dat de studenten niet te veel informatie bij je krijgen. Nou, hoe ga je daar naartoe? Dat kan je eigenlijk al aanzetten. Dus je hebt nu een presentatie, ben ik nu aan het geven, maar het principe is hetzelfde. Of je volgt er een, dan ga je hier naar de drie puntjes boven, naar meer acties en dan zeg je focus. En dan zie je ook, verdwijnt het en komt het helemaal groot in beeld en kan ik me daar nu dan gewoon op focussen. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt, dus ik kijk heel erg uit naar de nieuwe updates en ik ben heel erg blij met de updates die deze maand zijn geweest. Vergeet je vooral niet om je te abonneren op het kanaal zodat je geen enkele video mist en ook niet de volgende maand welke updates er allemaal zijn geweest en hoe je die moet gebruiken. Vond je het een fijne video? Geef me nog wat duimpjes omhoog, want dat helpt mij enorm. En ik zie jullie graag in de volgende video.